De gierzwaluw is een bijzondere beschermde vogelsoort die in de winter in Congo en Mali verblijft. Maar in het voorjaar verblijft de vogel in Goorle. En dat is best bijzonder. Het is een hele bijzondere vogel. Het is echt wel heel fascinerend dat die vogel eigenlijk alleen maar in de lucht verblijft. Het enige wat hij niet vliegend doet, is broeden. Maar dat broeden, dat kan niet in de stad, aangezien de vogels daar niet meer in kiertjes en gaatjes in de huizen kunnen klimmen. Daarom worden er in Goorle 59 nestkasten opgehangen waar de vogels tevreden kunnen broeden. In Goorle was al een kleine populatie. En omdat ze in koloniën broeden, als je dan meerdere kasten ophangt, heb je kans dat het ook zich gaat versterken. Een soort olievlek die zich dan uitspreidt. En dat zou heel erg mooi zijn, juist omdat hij maar zo weinig voorkomt. Ik ben Victor de Tel-Helmenich. Ik ben van het biodiversiteitsteam Goorle en Riel. En wij bieden graag hulp bij het ophangen van de nestkasten, omdat de mensen ze gratis hebben ontvangen. Niet iedereen die heeft een ladder, niet iedereen die durft omhoog. En wij doen dat graag om ze te helpen. Wij gaan nu de kast ophangen, dan laat ik u even zien hoe dat gaat. Het is een kast die opgehangen wordt aan een haak, een speciale haak. Hij is zo ontworpen dat hij veilig opgehangen kan worden. En ik hoop dat ik dat kan laten zien. De kast staat hier op de grond en we gaan hem daar op 4 meter hoog hangen. Hij moet 4 meter vrije ruimte hebben tot aan de grond. En daarom is het belangrijk dat hij hoog hangt.